Niemand te bekennen hier hoor. Hier, kijk. Hier. Gewoon helemaal niemand. Hier. Ja. Dus Kappie kan even naar beneden. Kappie kan zelfs heel even af. Want, hé, hey, het regent hier. Maar dat niet alleen. Het regent ook in mijn hart. Ja, want dat is toch niet te geloven wat ik nou net gelezen heb. Nou zijn we dus bezig in Nederland met het virus. En het virus en het vaccin, die hebben dus een enorm gevecht. Nou, en weet je, ik kan er gewoon niet over uit. En wat lees je dan? Dan doen we de avondklok. We gaan de avondklok, die gaan we dus inzetten voor Nederland. En waarom doen we dat? Want we moeten dat virus eronder krijgen. En wat lezen we dan? En nu komt het punt dat het stoom uit mijn oren komt. Ja, maar werkelijk, dat ik er helemaal niet goed van word. Beste vrienden, want dat is toch onvoorstelbaar wat ik gelezen heb. Hulpdiensten, die zijn vrijgewaard, die mogen doorrijden bij een avondklok. Ja, dat begrijp ik. Mensen met een hond, die mogen dat ook. Ja, dat begrijp ik allemaal wel. Maar nou komt die. En dan zijn er natuurlijk nog heel veel mensen die in nood zijn en die natuurlijk toch 's avonds op pad moeten. Maar nou komt hij, hè. Dit is hem. En hier word ik dus helemaal niet goed van. De mensen, de gasten voor een talkshow, die mogen ook gewoon op straat na 20:30. Ik lach, maar met een traan, want dit is te gek voor woorden. Welke halve gane, welke mafketel heeft dat verzonnen? Wie heeft er bedacht dat mensen voor een talkshow gewoon wel op straat mogen? En je kan niet zeggen, oh, maar dan doen we het via Zoom. Nee, dat zou een veel te eenvoudige oplossing zijn. En je kan ook niet zeggen, dan doe je het niet, dan neem je het maar op om 6 uur. Dat is ook een veel te eenvoudige oplossing. Maar wat dacht je van de oplossing van al die mensen in die talkshows? Blijf eens lekker thuis met je domme gelul. Want daar zijn we ook wel klaar mee in Nederland. Met dat gezeik en dat gezever. Blijf lekker thuis. En daarvoor is die avondklok een geweldige uitvinding. Doe dat alsjeblieft. Hou die gasten thuis!